Rogier, een kaaklijn. Ik weet wat een kaaklijn is, maar wat kan daar allemaal mee aan de hand zijn? Oké, nou, best wel veel. Verrassend. Dat had je al in de gaten. Nee, een kaaklijn is eigenlijk waar mensen opkomen, is een kaaklijn. Kan te breed zijn door bijvoorbeeld doordat de spieren van de masseter, dat is de kaakspier, te breed zijn. Het kan zijn dus doordat alles gaat hangen en dan zie je dat er opeens zo'n droopie komt. Nou, het kan zijn dus dat het bot hier wat minder wordt, waardoor eigenlijk die, maar alles komt erop neer, dus dat die kaaklijn of te breed of gewoon niet scherp genoeg is. Niet zo strak, dus dat je niet zo goed ziet. Oké. Okay. Ja. En wat kan ik daartegen doen? Nou, wat je eraan kan doen, ook best veel. Over het algemeen werk ik in eerste instantie altijd met een fibber. Dat werk geeft toch de meest voorspelbare resultaten. En kan ik eigenlijk ook wel alles, dat het gewoon al optisch er strakker uitziet. Ja. Desondanks zijn er soms ga je daar een beetje van afwijken. Hè? Want in sommige gevallen kan je bijvoorbeeld de kaakspier ietsjes verminderen met botox. Je kunt met de silhouette soft werken, kan je dus, krijg je hem weer wat strakker. Soms is het ook zo dus dat het vet wat je hier hebt kan oplossen. Dat kan bijvoorbeeld met porseleinen in AP of bijvoorbeeld een Cubilla Belkira. Die komt in 2019. Okay. Dan komen ze op de markt. Maar er zijn vetoplossers. Dus dat is allemaal wat je kan doen. Ja, dus ook weer heel veel mogelijkheden. Maar wat iemand die het doet, wat kan hij verwachten? Hoe gaat hij eruit zien? Hoe lang blijft het? Ja. Hoe lang moet hij terugkomen? Het is weer afhankelijk van, natuurlijk van het middel wat je ervoor kiest. Nou, botox is meestal, geven wij in Frans ongeveer 3 maanden. Ja. Maar dat kan oplopen tot 1 jaar. Ja. De silhouette soft is ongeveer 2 jaar. Fillers zijn ongeveer ook afhankelijk van het middel. Van 1 jaar tot zelfs 3 jaar. Ja. Dus al die dingen zijn mogelijk. En vetoplossers kan soms, sommige zijn 2 jaar en sommige permanent zelfs. Ja, en ik neem aan dat iemand bij jou komt en dan bekijk je gewoon de kaaklijn. Precies, en dan inderdaad kies je het behandelplan wat je gaat uitvoeren. En ik ben ook nog weer wat vergeten natuurlijk met al die mogelijkheden. Ja, vertel. Flexor kan je ook nog gebruiken. Dus dat is allemaal middelen om eigenlijk al die om die kaak gewoon in te zetten. Moet je niet denken dat alles nodig is. Nee. Dat wordt echt per patiënt bekeken. Bekeken wat er nodig is. Ja. Oké, zal ik het proberen? Zal ik hem samenvatten? Oké, goed. Als je graag een strakkere kaaklijn wilt, dan in eerste instantie wordt er vaak met fillers gewerkt. Om het volume ook weer terug te krijgen. Het zou eventueel ook kunnen dat je botox gaat gebruiken voor meer ontspanning in de kaaklijn. Vetoplossing kan eventueel gebruikt worden, de silhouette soft draden om het allemaal wat strakker te krijgen. En de plexer, want die was je bijna vergeten. Precies. Dus mogelijkheden genoeg. Ik zou zeggen, kom langs en hoor wat er voor jou van toepassing is.